Goedemiddag in dit college. Het gaat over orthopraxe apologetiek. De meest belangrijke vorm van apologetiek in onze huidige cultuur, zou ik willen zeggen. Wat is nou orthopraxe apologetiek? Ik zou willen beginnen met een voorbeeld. Stel je voor, je studeert op een hogeschool. Je gaat in de middag, na je morgencolleges, ga je naar de kantine. Dat is vrij vol. En je zoekt een plaatsje, je ziet iemand aan het tafeltje zitten, die zit alleen. En jij gaat tegenover hem zitten, je vraagt, kan ik hier zitten? Ja, natuurlijk kan ik hier zitten. En als je dan gezeten bent, pak je broodrommeltje uit je tas en je vraagt, zou ik een ogenblikje stilte mogen, ik wil bidden. Dan zegt hij, alles goed, bid. Maar nadat jij gebeden hebt en je broodrommeltje hebt uitgepakt, dan zegt hij, hey, jij bent dus een christen. Dat vind ik heel interessant. Zouden we daar eens over kunnen praten? Ik ben zelf geen christen. Ik ben eigenlijk ook blij dat ik geen christen ben. Want voor mijn gevoel zijn christenen mensen die hele strenge levensopvatting hebben. Ze mogen niks. Geen seks voor het huwelijk. Geen abortus. En allemaal andere regels die uit de Bijbel tot je komen. Dus ik ben veel meer van de vrijheid, blijheid. En ik denk dat alles moet kunnen. Dat maakt mensen veel gelukkiger dan al die bekrompen regels. En daarbij, als ik zo om me heen kijk in deze wereld, naar het Midden-Oosten op het ogenblik, dan heb ik het idee dat religie alleen maar onheil met zich meebrengt. En dat het geweld oproept. Denk aan 9-11. Hè? Dat is uiteindelijk voortgekomen uit religie en religieuze vragen en verdediging van religie. Dus religie maakt mensen uiteindelijk ongelukkig. Volgens mij zou de wereld er veel beter uitzien en zouden mensen veel gelukkiger zijn als er geen religie zou zijn. En daarbij, christenen, ze zeggen dat ze moraal hebben, maar onderwijl knijpen ze de kat in het donker. We weten van het seksuele misbruik van kindertjes in de Romeinse kerk en zo. En zo zouden er tal van voorbeelden aan te wijzen zijn. Ik zou dit eens met jou willen delen. Ik loop al langer met die vragen en nou neem jij tegenover mij plaats. En ik zou graag jouw reactie daarop vernemen. Is dat christelijke geloof wel zo goed? En waarom ben je eigenlijk een christen? En hoe ga je om met de opmerkingen die ik tegenover jou maak? Nou, daar zit je dan. Hè? Je bent christen en je wordt aangevallen op de levensstijl, de moraal van het christelijke geloof. En heb je dan iets te zeggen? En hoe zou je dat moeten inschieten? Nou, ik denk dat vanuit een orthopraxe apologetische methode je een invalshoek hebt om met deze vragen en deze problematiek, deze reacties die het christen zijn in de samenleving oproepen, om daar dan mee om te gaan. Wat zou nou een goede manier zijn om met deze vragen om te gaan en te reageren op de dingen die jou voor de voeten worden geworpen? Ik denk dat het in de eerste plaats heel belangrijk is dat je iets hebt van een relativering. En wat bedoel ik met een relativering? Een relativering vooral van het onheil door het christelijke leven. Een relativering van onheil, beter gezegd, van christelijk onheil. Ik hoop dat je het zo kunt lezen. Relativering van christelijk onheil. Wat zou je tegen die medestudent aan die hogeschool kunnen zeggen als die zegt dat er zoveel onheil komt door het christelijke geloof? Ik denk dat je in eerste plaats moet accepteren dat het zo is. Er is in de naam van religie ontzettend veel onheil gebeurd. 9-11 is genoemd. Vandaag kun je aan IS denken. Christenen worden vaak vervolgd. Dat is een ander voorbeeld van onheil wat in de naam van religie allemaal gebeurt. En wat te maken heeft met de religie.
Je kunt nog een stapje verder gaan en zeggen dat er ook specifiek vanuit het christelijke geloof allerlei onheil gebeurt. He, dus vanuit... Dan denk ik aan het onheil wat gebeurd is, bijvoorbeeld vanuit het kolonialisme of het antisemitisme. Dat heeft ook in de christelijke historie een rol gespeeld en heeft daarin plaats gehad. We denken natuurlijk aan de kruistochten. Dat er seksueel misbruik is geweest in de Roomse kerk en dat dat op allerlei manieren naar boven komt. Dat zijn allerlei verschijnselen waar je niet omheen kunt. En volgens mij is het meest eerlijk, het meest wijs ook, om dat ook ronduit te erkennen. De relativering mag je nog een stapje verder doortrekken. Er zijn natuurlijk christenen die in hun individuele leven ook nogal struikelingen maken. Hè? Dus, en misschien moet je wel zover gaan om te zeggen, het bederf van het beste is het slechtste. Hè? Dus de slechtste praktijken komen bij christenen juist voor. Hè? Noem het even bederf van het beste. Is het slechtste. En daartegenover kun je best wel ongelovigen, atheïsten aanwijzen, die een veel deugdzamer leven hebben, waar je veel meer respect voor kunt hebben dan voor bepaalde christenen. Dus dat is een relativering van de absolute pretenties van het christendom en van alle christenen, dat dat altijd alleen maar beter zou zijn. Is dat het enige wat je over deze praktijken moet zeggen? Ik denk als je je eigen zwaktes hebt toegegeven, hè, en voor je eigen rekening neemt dat er binnen het christendom zulke misstanden voorkomen, dan mag je natuurlijk de zaak ook omdraaien en zeggen, hoe zit het eigenlijk in het atheïsme? Zijn er vanuit het atheïsme, in de naam van het atheïsme, ook geen verschrikkelijke dingen gebeurd? Dus noem het even onheil in atheïsme. En wat denk ik dan aan? Nou, denk aan datgene wat er door Mao is gebeurd in China. En wat Stalin heeft gedaan. En ik denk dat het niet verkeerd is om ook Hitler daarbij te noemen. Hè? Al was hij aanvankelijk iemand die zich niet tegen het christelijke geloof opstelde. Als je kijkt waar het uiteindelijk op uitgekomen is en wat zijn diepste motieven waren, dan was dat iemand die tegen het christelijke geloof was. Ik denk dat er meer onheil is gebeurd in de naam van het atheïsme, of vanuit de bedoeling om het christelijke geloof te bestrijden, dan het onheil wat er gebeurd is door het christelijke geloof zelf. Dus dat geeft aan dat we als gelovigen en ongelovigen, als christenen en als niet-christenen, eigenlijk kietspelen. Er is onheil in de naam van christenen, zeker. Maar er is ook onheil, en nog meer onheil zelfs, in de naam van niet-christenen, in de naam van atheïsme, vanuit de drang om het christelijke geloof te bestrijden. Dus op die manier komen we niet verder. Als in beide partijen er verkeerde momenten zijn aan te wijzen en ook goede momenten zijn aan te wijzen, dan zeg je, dat kan ons geen uitsluitsel geven over de waarheid of de wenselijkheid van geloof of ongeloof. Dat is het eerste wat je moet zeggen. Je zou in dat gesprek, we zitten nog steeds in dat gesprek in die hogeschool, aan tafel, in die kantine, kun je een stapje verder gaan en moet je een ander facet aan de orde stellen. En dat gaat dan niet over dat je de praktijken in een brede kader stelt en relativeert. Maar een christen heeft nodig onderscheid te maken tussen de christen en de Christus. Laat ik maar even zo aanduiden.
Dat betekent dat christenen zijn net als, als moslims of als boeddhisten of als atheïsten. Dat zijn mensen die zonden in zich hebben. Die kunnen egoïstisch zijn, die kunnen driftig zijn, ze kunnen trots zijn en hoogmoedig zijn en onuitstaanbaar van karakter zijn. Hebzuchtig zijn, machtswellust in zich hebben. Noem alle negatieve karaktereigenschappen maar op. Wat dat betreft is een christen helemaal niet beter dan een niet-christen. Misschien is dat goed om ook even expliciet te maken. Ik wil het ook wel voor mezelf zo zeggen. Ik ben niet beter dan jij. In mijn hart leeft ook al datgene wat slecht is en wat verkeerd is en waartegen gestreden moet worden. Wat dat betreft is de Bijbel daar trouwens ook heel eerlijk over. Hè? De Heilige Schrift, dus HS, is voor mij de afkorting van de Bijbel. Die noemt struikelingen van Mozes. Die was driftig en sloeg iemand dood. Noach, de man die de ark heeft gebouwd, die was, nadat hij de ark heeft gebouwd en gered was, was hij dronken. Petrus bijvoorbeeld, was een volgeling van de Heer Jezus en die verloochende zijn meester. De struikelingen, die horen bij christenen, maar dat is nou juist het eigene van het christelijke geloof, die horen niet bij Christus. Als je naar de persoon van de Heer Jezus kijkt, Jezus Christus, JC, daarvan kun je zeggen, die was echt nederig. Een voorbeeld daarvan is dat hij aan het laatste avondmaal moest de voeten gewassen worden van de discipelen. Hè. Ze waren bezweet, het was ook een ritueel wat bij het paasfeest hoorde. De discipelen keken om zich heen, wie moest dat doen? Dat was eigenlijk slavenwerk. Niemand voelde zich daarvoor in aanmerking komen. Dan zeg je eigenlijk dat je de minste bent. En tot ieders beschaming deed Jezus de schort voor en hij pakte dat teltje water. En hij knielde neer bij zijn discipelen en hij waste hun zweetvoeten. Hij deed het slavenwerk. En dat deed Jezus niet met een vertrokken gezicht van ik zal jullie eens eventjes laten zien hoe je nederig moet zijn en dit hadden jullie moeten doen. Nee, hij deed niet nederig, maar hij was nederig. Hij kan zeggen, leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Jezus is nederig. Je kunt van Jezus ook zeggen dat hij zachtmoedig was bijvoorbeeld. En zachtmoedig, dat wil zeggen zacht van gemoed zijn. Hè? Dat je, als je wordt tegengestaan, dat je dan niet heftig en driftig en nijdig reageert, maar dat je nog steeds liefde en bewogenheid en barmhartigheid op kunt brengen voor degene die jou tegenstaat. Nou, dat is de Heer Jezus. Of een ander andere eigenschap van de Heer Jezus is dat hij zegt, ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar ik ben gekomen om te dienen. Nou, we kunnen dit uitbreiden, hè. Er zijn tal van eigenschappen meer van de Heer Jezus, waaruit we zijn aantrekkelijke gezindheid kunnen bemerken. En dat is niet alleen bij christenen wordt dat herkend, maar ook, nou ja, in allerlei religies, als het gaat om de persoon van de Heer Jezus, dan kan eigenlijk toch niemand iets hebben tegen deze gezindheid en tegen dat karakter wat de Heer Jezus ons laat zien. Zou de wereld er slechter uitzien als iedereen zo was als de Heer Jezus Christus? Nou, wat is nu het kenmerkende van het christelijke geloof? Het christelijke geloof is niet een visie alleen, een systeem van waarheden, maar het christelijke geloof is in onderscheid met elke andere religie en met alle andere geloven, is het christelijke geloof een eenheid met een persoon.
zou het zo willen zeggen, het gaat om een persoon in plaats van om een visie. Als het christelijke geloof een visie zou zijn, dan zou die inderdaad in te wisselen zijn voor elke andere visie, elke andere wereldbeschouwing, elke andere religie. Maar het gaat om een persoon, die is niet inwisselbaar, die is uniek. En het bijzondere van het christelijke geloof is dat christelijk geloof betekent niet dat je die visie erop nahoudt, maar dat je, we noemen dat eenheid met Christus hebt. Dat is het geheim van de Heilige Geest. Maar geloof wil zeggen dat je in Christus bent ingeënt, dat je één bent met Christus, dat de Geest van Christus in jou woont en dat je een beetje op de Heer Jezus Christus gaat lijken. En vanuit dat perspectief zou ik willen verdedigen dat het christelijke geloof in de praktijk veel beter is dan elke andere religie, omdat het je eenheid geeft met deze unieke, onvervangbare persoon. En dat er karaktereigenschappen van de Heer Jezus in het leven van gelovigen, van ware gelovigen, naar buiten komen en naar boven komen. En in dat verband is het goed om eens te kijken naar een stukje geschiedenis. We komen bij een derde facet van orthopraxe apologetiek. Misschien mag ik het wel even afkorten met KG, dat is kerkgeschiedenis. De geschiedenis laat ons voorbeelden zien, laat ons treffende voorbeelden zien van de kracht van het christelijke geloof, juist in de praktijk van het leven. Je kunt daarbij heel goed denken aan de vroege kerk. Zoals je wellicht weet, hè, was er in de vroege kerk vanuit de heidense omgeving veel kritiek en ook onderdrukking van christenen. Christenen waren toch wel hele vreemde mensen. Er was de gedachte dat christenen misschien wel incest pleegden, hè, want ze hadden het over broeders en zusters in de christelijke gemeente. Dat er misschien wel kinderoffers werden gebracht als je aan het avondmaal dacht. Allerlei vreemde opvattingen bestonden er over het christelijke geloof. Ze deden ook niet mee in de keizercultus. Dat plaatste hen op bepaalde momenten ook buiten de samenleving. En ze lieten zien dat ze een eigen koning hadden, een eigen curios hadden. Dat riep verzet op, riep vervolging op. Christenen hadden dat vaak moeilijk. Ze werden belasterd. Ook soms in geschriften, hè, publiekelijk, werden ze voor allerlei vreemde dingen uitgemaakt. En juist daarin bewees zich datgene wat we bij dat vorige aandachtspunt zagen, hè, die eenheid en die gemeenschap met de Heer Jezus Christus, juist in hun levensstijl, in hun levenswandel. En ze waren inderdaad tegen abortus. En bij hen kwam geen echtscheiding voor. Bij hen kwam wel armenzorg voor. Denk aan huwelijkstrouw. Als ze gemarteld werden, hè, dan was het wonderbaarlijk wat ze aan leidzaamheid, aan volharding, aan trouw, aan het christelijke geloof uitstraalden. En het zijn juist deze eigenschappen geweest, deze manier van christelijk leven, die bij die christenen in de vroege kerk zoveel effect heeft gehad, zoveel uitstraling heeft gehad, die heel veel mensen tot nadenken heeft gestemd. Een voorbeeld daarvan is Tertullianus. Tertullianus, die was een jurist, was een heiden, hij kon genieten van theaters enzovoort. Maar toen hij christenen zag lijden en de marteldood ondergaan, toen werd hij getroffen door hun vastberadenheid, door hun moed, door hun opofferingsgezindheid. En hij is degene die later die bekende uitspraak heeft gedaan, het bloed van de martelaren, dat is het zaad van de kerk.
Nou, dat zegt iets over zijn eigen leven. De levensstijl van die christenen, de onbaatzuchtige liefde die hij bij christenen merkte voor de zaak van hun koning. Maar ook voor mensen, voor christenen onderling. En ook voor de medemens in de toenmalige samenleving. Dat heeft zo'n enorme impact gehad op zijn eigen leven. En hij zag dat ook om zich heen. Hè, dat de christenen in de samenleving van toen zoveel invloed uitoefenden. Er is ook een bekende brief aan een zekere Diognetus. Hij is redelijk bekend, ook in onze tijd. Waarin bijvoorbeeld staat, christenen kenmerken zich daardoor dat zij alles gemeenschappelijk hebben, behalve hun vrouwen. Dus het geeft iets aan hoe ze natuurlijk met elkaar omgingen. En dat viel dus blijkbaar op. Dus christenen mogen door hun levensstijl en door hun karakter best wel opvallen en best wel anders zijn dan de omgeving. Of ze moeten zelfs wel anders zijn. En als je bij Christus hoort, dan lijk je op Christus en dan heb je de gezindheid van de Heer Jezus Christus. Dus zo kun je zeggen, waren christenen in de vroege samenleving een lichtend licht en een zoutend zout. Er is een socioloog geweest, Rodney Stark, ja. Die heeft al deze dingen historisch onderzocht en dat is voor hem een middel geweest dat hij het christelijke geloof heeft aanvaard. Er zijn ook wel andere historische sociologen geweest die hebben gezegd dat zaken als armenzorg, sociale zorg, ziekenzorg, wetenschap, onderwijs, het rechtssysteem, democratie, positie van vrouwen, noem allerlei facetten maar op die wij in onze huidige samenleving helemaal vanzelfsprekend achten, dat die uiteindelijk allemaal terug te voeren zijn op invloed van het christendom. Misschien goed daar een notitie van te maken. Dan gaat het over, ik noem het maar even armenzorg enzovoort. Dus het hele sociale leven en alle kanten van barmhartigheid en liefde, die hebben alles te maken met de blijvende sporen van de kracht van het christelijke geloof. Eén ding zou ik nog heel in het bijzonder willen noemen als facet hiervan, en dat is de afschaffing van de slavernij. Christenen hebben ook meegedaan aan slavernij. Dat moet je zeggen, en dat is helaas zo. Tegelijkertijd is de eerste kritiek op de slavernij en het verhandelen van medemensen en de manieren waarop met die slaven werd omgegaan, die kwam wel vanuit het christelijke geloof. Vanuit de bezinning op wat is nou eigenlijk de mens. En ook zwarte mensen zijn echte mensen, zijn schepselen, hebben een ziel, zijn voor God gelijk aan blanken. Het is historisch zo dat de eerste keer dat een zwarte en een rode aan het avondmaal hebben deelgenomen, dat was bij Jonathan Edwards, die in Noord-Amerika predikant was. En die heeft de consequenties daarvan geaccepteerd. Hij had zelf nog wel een slaaf, maar je mag wel zeggen dat die inzichten, dat accepteren van zwarte en roden aan het avondmaal met blanke mensen, en dat is eigenlijk de katalysator geweest dat er zo'n geweldige beweging op gang is gekomen vanuit het christendom, denk aan Wilberforce, om tot afschaffing van slavernij te komen. Nou, ik denk dat dat een sprekend voorbeeld is hoe het christelijke leven, de eenheid met Christus, het denken vanuit God, dat een geweldig levensvernieuwende kracht heeft, niet alleen voor persoonlijke levens, maar ook voor de hele samenleving. En dan zou je je kunnen afvragen, als we deze dingen in onze samenleving zien, denk aan dat hele sociale stelsel, de gelijkheid van mensen in principe voor het aangezicht van God en daarom ook in de praktijk van het leven. Als dat christelijke principes zijn die uit een christelijke bron ontsproten zijn,
Wat komt er van onze samenleving terecht als het geloof wordt afgezworen? Hou je dan dit in feite wel over? Nou, de eerste tijd zul je dat wel overhouden, maar hou je dat op lange termijn nog over? Je kunt hier bedenken aan een voorbeeld van een auto. Als ik de motor uitzet, dan blijft hij nog wel een poosje doorrijden. Als je de motor van het christelijke geloof uitzet, blijft die auto met allerlei normen en waarden nog best een poosje doorrijden. Maar ja, de kracht gaat eruit. En het is te verwachten dat die auto een keertje tot stilstand komt. In de geschiedenis is er een Julianus, de afvallige, geweest. Die wilde, denk aan dingen als armenzorg en ziekenzorg van de christenen, wilde hij overnemen. In de vroege kerk was dat. Hij was de opvolger van Constantijn de Grote. Maar het bleek dat al deze sociale vormen niet houdbaar waren zonder het christelijke geloof zelf. Ik zou nog één ding aan de orde willen stellen als het gaat over orthopraxe apologetiek. Moeten we even wat ruimte maken. En dan gaat het over het principe van de moraal als zodanig. Je verplaatst je weer even in de situatie dat jij in die kantine zit met je medestudent. En die jou voor de voeten werpt van ja, al die normen en waarden, is dat eigenlijk niet beknellend en is dat niet... ontneemt het je niet je vrijheid, hè, levende vrijheid? En dan zou je de vraag aan zo iemand kunnen stellen, ben je er echt van overtuigd dat er geen absolute moraal is? Zou het beter zijn, zou het leven beter zijn, als er geen absolute moraal zou bestaan? Is er echt geen moraal? Mensen kunnen dat heel lang volhouden. Seksualiteit moet vrij beschikbaar zijn. Second love, no problem. Totdat het je eigen vrouw betreft. Of om je eigen man gaat. Wat denk je dan van, zou iedereen dan nog vinden dat alles moet kunnen? Als je vandaag de vraag stelt, slavernij. Dat was in de 16e eeuw, de 17e eeuw, was dat common sense. De normen van die tijd was het helemaal niet verkeerd. Wat denk jij? Was dat verkeerd toen het nog niet verkeerd werd gevonden? Of was het ook verkeerd toen het nog niet verkeerd werd gevonden? Het omhakken van een tropisch regenwoud, is dat verkeerd? Kun je in absolute zin zeggen dat dat niet goed is? Ja. Probeer maar zulke vragen te stellen. Stel zo'n vraag aan je medestudent in de kantine. En dan blijkt dat we toch niet zo relativistisch over de moraal denken als men wel voor waar wil hebben. Blijkt dat, als je heel ver gaat en extreme voorbeelden noemt van een relativering van de moraal, en je zegt er is helemaal geen moraal en alles moet kunnen, dat mensen toch wel een besef hebben en een gevoel hebben van een absolute moraal, een universele moraal. Dat moraal zoiets is als wiskunde, hè? Dat is iets wat waar is of dat is niet waar. Slavernij, dat is fout. Ook al werd het in de 16e eeuw bedreven, toen nog niemand zag dat het fout was. En het omhakken van tropische regenwouden, dat is verkeerd. Ook al dacht 30 jaar geleden nog niemand dat dat een issue zou kunnen zijn. Nou ja, vanuit het christelijke geloof is dit heel goed voorstelbaar. Als er een schepper is, dan heeft hij ook een soort gebruiksaanwijzing gegeven aan zijn hele schepping, aan alle schepselen. En
En dat herken je in het besef van een universele moraal. Hè? Al geeft iemand dat niet toe, of al is dat niet een hele levende, actuele zaak. Er is iets van een absolute en universele moraal. Je zou nog het voorbeeld kunnen noemen van Lewis, een bekende apologeet. Die gebruikt het voorbeeld van schepen. Stel je voor een aantal schepen die zijn op zee. Nou, iedereen zal het erover eens zijn, hè, dat is ook in onze samenleving wel common sense, dat die schepen niet tegen elkaar op moeten varen, maar dat ze netjes naast elkaar moeten varen. Je zou kunnen zeggen dat is ze moeten in konvooi varen. En dat heeft iets te maken met een sociologische, of een sociale, beter gezegd, een sociale moraal. Je moet elkaar niet hinderen, je moet elkaar niet dwarszitten. Nou, daar zijn we het in de samenleving gauw over eens, denk ik, dat er zoiets als een sociale moraal moet zijn. Maar willen die schepen blijven varen, dan zul je toch ook, de motor moet onderhoud hebben. Dat schip zelf moet van binnen op orde zijn en kwaliteit hebben. Hè? Dus je moet die motor smeren, je moet af en toe een onderdeel vervangen en noem allemaal maar op. Dat zou je kunnen vergelijken met een persoonlijke ethiek, een persoonlijke moraal. En dan heb je het over dingen als egoïsme en hebzucht. Hè? De samenleving zou er beter uitzien als iedereen daartegen zou strijden. En als iedereen niet egoïstisch zou zijn, maar juist onbaatzuchtig en liefdevol zou zijn. Nou ja, en vanuit het perspectief van de christen geloof je dat er ook nog zoiets is als een reder. Kijk, als al die schepen in konvooi varen en al die schepen die zijn helemaal up-to-date, maar als zij niet het plan van de reder uitvoeren en zomaar willekeurig over de oceanen gaan varen, dan gaat er ook iets fout met het varen van die schepen. En dus hier heb je het echt over de absolute moraal. Hè? De moraal die de schepper ons meegeeft, dat er in de mens en in de schepping iets is gelegd van de orde van God, de dingen die goed zijn en de dingen die niet goed zijn, en waar het goed van zou zijn als wij ons daar allemaal aan zouden houden. En dan geloof ik, hè, dat als alle christenen in de eenheid met Christus leven, dan heb je genoeg aan God bijvoorbeeld, dat is de vervulling van jouw hart. Dan kun je matig zijn, dan heb je iets van die leidzaamheid, dan heb je iets van die onbaatzuchtige liefde. De wereld zou er beter uitzien met het christelijke geloof dan zonder het christelijke geloof. En het leven van een christen, dat is een levende Bijbel. Ik dank je wel.